Zo'n 100 kinderen hebben donderdagmiddag een levende windmolen gevormd. Dat deden ze in het kader van de opening van het Windmolenpark Nijmegen-Betuwe. Na een aantal keren oefenen hadden de kinderen het onder de knie en draaiden de molen als een echte windturbine. 20 asielzoekers zullen intrekken in de derde etage van het oude woonzorgcomplex Nijenveld. Het gaat om asielzoekers boven de 30 en zonder kinderen. De vluchtelingen hebben al een verblijfsvergunning en kunnen vanaf februari gebruik maken van de leegstaande verdieping. Tot die tijd wordt er alles aan gedaan de etage van het oude woonzorgcomplex bewoonbaar te maken. De meeste voormalige bewoners zijn inmiddels gehuisvest in een ander zorgcentrum in de buurt. De ouderen die nog wel in het oude complex wonen zijn bijgepraat over de komst van de nieuwe bewoners. Het initiatief om statushouders een dak boven het hoofd te bieden in de oude flat komt van de gemeente Nijmegen. Projectmanager Miranda van Haren zegt dat sommige asielzoekers later misschien worden gevraagd om te helpen bij de ouderenzorg. Zo zou de gemeente twee vliegen in één klap kunnen vangen.